Vlog, 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 vlog. Vlog, 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 vlog. Eindelijk weer vlog, nummer 92. We gaan vandaag een uitstapje. Uitstapje. Met onze vaste uitstapjes, vriendjes. Daar lopen we nu naartoe. We gaan naar Muiden. En van daar roeien we naar Pampas. Ja, ik heb zin in roeien. We roeien. Hey mee. Ze waren wakker. Nou, we zijn bij Muiden. Zijn we. Even kijken of we daar ook door het hek kunnen. Nee, we gaan gewoon zo. Ja, ik weet het niet. We zijn bij Muiden. Dus we lopen nu richting de veerboot. Spannend. Veerdienst Pampas, daar moeten we naartoe. Wat een leuk paadje. Dit is al leuk. Ik vind het nu al leuk. Muiden is sowieso al heel mooi. Kijk nou, toch is dat een heerlijk pittoresk plaatje. We moeten verderop zijn. Ja, maar langs het water lopen. Dat is vast een lood. Vast een lood. We zijn aan boord. We zijn aan boord. Rem is alvast aan het kijken wat we nou gaan bekijken daar. Even inlezen, even de geschiedenis inlezen. Ja, ik ben Pampas. Staat ja. Zullen we even één foto? Nou, gaan ze over een 5 minuten gaan we varen. Nou, we bewegen hoor, mensen. Dat is Almere. Daar gaan we naartoe. Ik ben zo meteen de allerlaatste die van boord gaat. Kijken wat we hier kunnen beleven op dit eilandje. Spelregels gaan we niet lezen. We worden wel opgelezen. Dit is in ieder geval een terras. Waarom zit het kruidje er niet aan? Het is weer zover. Wordt leuk. Ja, zitten we weer hoor. We zijn er weer. Met het ongezond en lekker thema culinair. Trekken. Dan komt de volgende boot, de slachtoffers. Ik denk dat wij... komen ook nooit meer terug. Ook nooit meer terug. Dus we gaan maar eens een keertje rondkijken hier ook. Ja, zullen we gaan doen? Dat we achteraan kunnen aansluiten. Over 20 minuutjes hebben wij een rondleiding. Ja. En daarna gaan we nog een ballonvaart doen. Helaas virtueel, maar dan toch. En hier is nog alle informatie, dus we moeten even kijken wat we verder kunnen doen. Nou, hier zien we, hier komen we zo meteen met de rondleiding als het goed is. Allemaal musjes daar. En, ah nee, zwaluwtjes. Zwaluwtjes. Wat leuk. Ik heb het lichte gevoel dat we iets illegaals aan het doen zijn. Maar... ik denk het niet voor niks. De rondleiding is begonnen. Als u een beetje afstand houdt binnen de families, dan niet dat we gecontroleerd worden, maar het is wel belangrijk dat we onze vergunning behouden. Zeker. Ja, handig. Nou, welkom hier op Pampas. Ik ben een van de... Dat is interessant. Kijk u uit, die soldaten verveelden zich genoeg. Er is een foto van een aantal. Hier is de koepel, hier stond een kanon. Twee kanonnen. Cool. Echt Amsterdam hier. Er zit geen water in hoor, mensen. Ik ga er niet stappen. Er staat geen water. We gaan nu een rondwandeling maken door de sleutelgang. Dat is donker en spannend. Latrines, we zijn met latrines. Als ik een beeld heb. Ja. Buiten waren ook latrines, je hebt het gezien. Waar die stond te vertellen. Oh, dit van sleutel. Oh, ja. Sleutel. We gaan goed. Het goed, jongens. Leuk. Wat ik nog eens in jouw sleutelgat mocht kijken. Ja. 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 Ze keken. We gaan eventjes het museum bekijken.
Klimpje? Klimpje. Kijk, het, op het plafond. Ah, ja. Hallo, ik ben Maartje. Ik woon en werk op Pampus. Veel meer zijn we bezig. Ook cool gedaan dit hoor. Nou, we zijn nu even aan het wachten. Onze virtuele ballontour. Trouwens, we komen hier voor de ballontour. Ja. Cool. Haarlem was wel een. Maar je bent dus tevreden hier. We gaan zo kijken naar het Polygoonjournaal van 1912. We zijn weer helemaal op de hoogte van alles. Leuk hoor, 1912. Ah, lieve dames en heren, bij mij wel. Leuk. Welkom in de tuin van het paleis van Volksvlijt. Zo dadelijk nemen wij de aanvang met onze luchtreis. En als de wind een beetje mee zit, laat ik u Amsterdam en omgeving zien. En de verdediging van onze hoofdstad Amsterdam. Voor we staan in de band staan. Hebben we de veiligheid gewoon in binnen staan. Nou, we zijn de peneut, we zijn los. Oh, 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 gelukkig. Oh, mijn lieve dames en heren. Echt leuk, waait excuseer op de wind door voor dit hoofd. Onbehoorlijk begin van onze reis. Enfin, dan maar zo. Dat was leuk. Ja, voor mij moeten we nu hierin, denk ik. Kom, we gaan hierin. Hierin. Oef, dat was leuk. Leuk. We zijn een rondje door het fort aan het lopen. Daar zijn we hier, zijn we al geweest. We gaan nu even naar boven, geloof ik. Kijken. We zijn nu boven in de geschutskoepel aangekomen. Oh, een stapje. Spannend. Maar hier was het dus blijkbaar een kanon. Drie kanonen. En Michiers waren dit op. Ik heb geen idee. Maar we moeten weer terug. Kijk eens wat er mooi ligt. Dit is cool. Wat is dit dan weer? Draai aan het wiel om te starten. Cool. Nou, ik hoop niet dat we alles hebben gezien, maar we hebben het wel gezien. Dus we gaan richting de boot. Die vertrekt over een 20 minuutjes. Ja, het is inmiddels een heel stuk drukker geworden. Kijk maar, eventjes mee, een rondje. We moeten nog even wachten op de boot. Maar, dat is leuk. Ja, de eerste mensen. De boot is er, dus we mogen aan boord. Nou, al deze mensen moeten allemaal aan boord. Ik hoop niet dat ze weer het kaartje moeten controleren, want dat we hier zijn betekent dat we een kaartje hebben online. Nee, toch? Dat is niet waar. Niet? Je kan ook zelf zijn aankomen varen. Ja, dan laat je toch je boot hier niet achter. Oh, dan hebben we wel dezelfde kant. Ja, we moeten toch daar zitten. Nee, we hebben de andere kant. Oh, nee. Tot zover Pampus. Ik vond het leuk. Dat is leuk, hè? Ja, zeker. Heel leuk. Heel leuk. Dus nu gaan we terug naar Muiden. Een beetje sneu. Ja, ja sneu. Een beetje sneu. Ja. Prestige. Ja, ja, dat komt dan maar. Ja. Ja, is iets voor jou? Kan er de vinger niet op leggen? Nee, is iets voor jou. Zou het een VOC-achtig schip? Ja. Zou die gewoon gebouwd zijn voor een film of zo? Een scheepje om zo'n rond te doen. Oh ja. Ja, toen in verval geraakt. Evaluatie. Tijd voor de evaluatie. Hebben wij het naar ons zin gehad, mensen? Zeker. Open, zeker. Technisch gezien. Oh god, dan kan niet. Moeten we weer overnieuw? Kan nu. Of niet? Nee, ik knip het wel uit. Oh, okay. Of niet, natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Maar dames ook naar het zin gehad. Ik vond het ontzettend leuk. Echt heel gaaf.
Al in beeld. Leerzaam, hè? Leuk. Leerzaam. Ik denk dat er niemand leerzaam. Leerzaam. Ja, er zit al bij in beeld. Groot. Oh, leuk. Nou, ik zou zeggen, mensen, ga het een keer doen naar Pampus. Hartstikke leuk. En tot de volgende vlog. Like, subscribe. Ja. Dag hoor.